Ja, wat moeten we met die formatie? Die kwakkelende formatie, vrienden. Oh, dat is me ook. Ja, je zal maar zaken moeten doen. Met zo'n omzicht. Dat is goed ongezellig, hoor. Ja, daar die gaat geen Polonaise lopen, hoor. Nee, daar ga je niet handen wrijvend naartoe. Dat je denkt, ah, gezellig even met Pieter overleggen. Nee. En wat denk je van die Dylan, zeg? Die Dylan, ja, die zo'n vriendelijke glimlach. Maar achter die glimlach, keihard vrouwtje, bikkelhard vrouwtje zit erachter. Oeh, ook niet gezellig, vrienden. Nee, en Omzicht heeft het al gezegd. Het is een verstandshuwelijk, deze formatie. Nou, het is nog wel erger, denk ik. Het is een soort van omgekeerde mediation, weet je wel, bij zo'n scheiding. Ja, dat zullen jullie ook wel eens een keer hebben meegemaakt. Ja, dan praat zo'n mediator, die praat eerst met de ene partij, dan met de andere partij. En dan uiteindelijk komen de partijen bij elkaar. Ja, en dan is het klaar en dan gaan we scheiden. Ja, nou, dit is ongeveer het omgekeerde proces, volgens mij, van zo'n scheiding. Ja, want het is ook allemaal apart praten, en dan weer even bij elkaar, dan weer apart. Het is me een moeizaam gebeuren, zeg. Nou. En dat is alleen maar omdat ze bang zijn dat ze de schuld krijgen, dat het dus eventueel fout zou gaan. Oh. En iedereen die houdt zo heel, heel krampachtig met zijn nagels. De nagels hangen ze aan het ravijn. Oh, weet je wel. Niet loslaten, niet loslaten. Hou vast. Oh. En we moeten maar hopen dat ze vast blijven houden, vrienden. Ja. En dat Geert niet afgeeft. Nee. Ja, want Geert heeft niks meer. Die hele etalage is leeg bij hem. Uitverkoop gaat. Geert heeft niks meer over. Die wil alleen nog maar migratie, immigratie, dat is het enige. Dat moet hij binnenslepen. En die hangt hij zo. Ja. En maar hopen dat ze volhouden. En maar hopen dat ze. Ja, ze moeten maar met elkaar door. Ongezellig. Ja, dat wel. Ja, nee, leuk wordt het nooit. Nee, en gaat het ook niet worden. Maar ze moeten volhouden, want anders dan doemt dat andere verschrikkelijke scenario. Want ze zeggen wel, overal hoor je dan van, ja, als het mislukt, dan krijgen we nieuwe verkiezingen. Ja, nou ja, hoezo? Er zit er nog eentje op het vinkentouw, heel erg te wachten. Ja, de groengoeroe, die Frans Timmermans. Ja, oh. Ja, die denkt, oh ja, als het lekker mislukt, dan ben ik er. Ja, nee. Vrienden, die moeten we weghouden. Die moet wegblijven. Dus laten we hopen dat het lukt.